keer spraken we over SEO natuurlijk. Nu, hoe kunnen bedrijven daarmee aan de slag gaan? Wat is bijvoorbeeld een SEO-audit? Hoe kan dat daarin kaderen? Ja, een SEO-audit ben ik persoonlijk heel erg fan van. Mm-hmm. We doen dat bij de meeste klanten die eigenlijk een SEO-traject aangaan. Ja. En wat bespreken we zo in een SEO-audit? Dat is een document die eigenlijk de situatie as is op dit moment. Ja. Opzond. Dus daar bekijken we ook, daar hebben we het al over gehad, het contentluik, ja. Het technische luik en het autoriteitenluik. Ja. En dan gaan we daar verschillende topics gaan bekijken voor die specifieke website. En ook daarbij enkele aanbevelingen, quick wins en dergelijke. Het handige daarin is dat we eigenlijk op het einde daar een prioriteitenlijst van bouwen. Ja. Waardoor dat we een heel handig guideline documentje hebben waar dat we constant naar terug kunnen keren, ja. Met prioriteiten die zowel voor de klant als voor ons duidelijk zijn. Dus de keer dat je iets afgewerkt hebt, kunnen we altijd terugkoppelen naar de SEO audit om te kijken wat staat er hier nog open, wat kunnen we nog optimaliseren. En gewoon een heel handig document om bij te hebben eigenlijk. Ja, correct. Als je eens gaat kijken naar een aantal inspanningen, hoeveel dagen werk is dat bijvoorbeeld om zoiets te doen? Een SEO-audit hangt heel erg af van de grootte van de website natuurlijk. Je hebt gigantische websites, je hebt websites die kleiner zijn, voor van kleine KMO's, ik zeg maar iets. Mm-hmm. Dan heb je ook nog websites die in heel veel talen beschikbaar zijn, websites die in één taal beschikbaar zijn, dus dat hangt heel erg af. Okay. Gemiddeld kan ik wel zeggen dat we daar toch een dikke dag mee bezig zijn, gemiddeld gezien. Mm-hmm. Dat is ook iets waar je niet zomaar over gaat. Nee. Het is veel handiger, veel efficiënter om in het begin een keer goed naar te kijken waar dan de problemen zitten, hoe dat we ze kunnen oplossen. Okay. Dan gewoon heel snel hier en daar snel wat quick wins op te sommen en klaar. Dus we doen dat wel altijd heel grondig en we werken daar ook de vruchten vanaf op langere termijn. Okay. Het is dus eigenlijk een soort naslagwerk dat je in kaart brengt van wat zijn uw prioriteiten en uw quick fixes. Om uw SEO te doen boosten natuurlijk en ervoor te zorgen dat je sneller in de ranking komt en bij gevolg dat er meer mensen naar uw website komen en indien dat een must is voor jou als bedrijf, meer potentiële klanten kan benaderen. Ja, inderdaad. En het legt ook heel, dat hebben we in het verleden ook al gehad, het legt ook heel cruciale problemen bloot. Okay. Als je gewoon zou beginnen aan een SEO-traject zonder de situatie as is te gaan bekijken, ga je al rap. De keer dat je aan het implementeren en aan het optimaliseren bent, op problemen botsen waarvan je niet weet. Ja. Door een SEO dit te doen, bekijk je elk onderdeel grondig en kijk je, loopt er hier iets fout of niet, of werkt er naar behoren. Mm-hmm. En zo hebben we ook al heel cruciale problemen opgespoord, die natuurlijk handiger zijn dat je het weet in het begin dan halverwege. Ja, je hebt het eigenlijk proactief al kunnen tackelen in plaats van dat je dan met neus op de zijde wordt geduwd. Klopt. Alright, super, bedankt.